Zou je trouwens? Dat is prima, toch? Maar. Ja? Wij hebben een maskertje voor je gemaakt. Een masker? Wil je een kwastje erbij of wil je een lepeltje doen? Nou, nee, kwastje denk ik, maar... Zo! Dat is dus de appelazijn die je ruikt. I wanna turn the whole thing upside down. De wereld gaat de komende jaren erg veranderen. Ook bij ons in Gelderland. We hebben nieuwe energie nodig, een circulaire economie en het allerbelangrijkste, mensen die aan de slag gaan. 16 weken lang ga ik in mijn elektrische bolide op zoek naar de groene pioniers in onze provincie. Om inspiratie op te halen voor ons allemaal. Want samen veranderen is leuk. Ik ben in Ermelo en ik ga vandaag naar de Eco-meisjes. De wie? De Eco-meisjes. Tada! Huisgemaakte appeltaart. Ja, dat, zo ziet het er ook uit. Een vegan appeltaart. Dus geen dierlijke dingen? Nee, geen dierlijke dingen. Dat is volgens het recept wat Roos heeft samengesteld. Het is een zelfontwikkelde appeltaart. Mmm, heel lekker. En zoet. Klopt. Er zit een paar kilo suiker in. Ja, volgens mij wel. Een kilo of 8. Alsjeblieft. Hey, de Eco-meisjes. Hoe is dat ooit begonnen? Wij zijn begonnen eigenlijk met verpakkingen. En biologische producten. En ook vooral verpakkingen van, joh, we kunnen ook dingen plasticvrij halen. We nemen onze eigen netjes mee. Zij gaan letten op wel of geen plastic. Dus als je bijvoorbeeld iets in glas kan kopen, dan kopen we het nu liever in glas. Ja. En daar zijn we het samen over gaan hebben. Toen kwamen we er dus achter dat heel veel mensen in onze omgeving nergens van wisten. Toen dachten we, hé, maar als niemand in onze omgeving dat weet, goh, misschien kunnen we dan andere mensen gaan inspireren. Weet je nog wat je eerste, hoe noem je zoiets? Eerste vlog. Eerste post. Post. Oh ja. Het is een post. Hoe was je eerste post? Waar ging die over? Ik denk als een shampoo bar. Ken je een shampoo bar? Ja. Dus niet meer een grote plastic fles. Met meuk. Meuk en zwaar om te transporteren. Ja. Maar gewoon een stuk zeep maak je echt shampoo. Ja. En toen kregen we eigenlijk heel veel positieve reacties. Ook natuurlijk van eerst van onze directe omgeving. Dus dat merken we sowieso heel erg. Dat mensen echt denken, oh wow, wat handig. Oh, dat ga ik ook doen. Wat is je ervaring? Heel veel mensen vragen ook dingen. Aha. Ik heb bijvoorbeeld toen vorig jaar, ja dat was vorig jaar zomer, heb ik bijvoorbeeld lavendelolie zelf gemaakt met lavendel uit eigen tuin. Dat is met jullie heel breed dus. Dingen zelf maken, dingen uitproberen, dingen niet meer doen. Bewustwording, het is een heel breed pakket. Ja, maar het is ook heel breed als je kijkt naar het hele onderwerp. En hoe groot zijn jullie nu? Een heel slecht interview, maar ja, dat komt door jullie taart. Bijna 4000. Ja, dat is voor een goede doelen ding. Is het natuurlijk best veel al in een jaar. Ja. En waar moet dat nou naartoe? Nou, nog wel groter worden. Maar we zouden ook wel echt bijvoorbeeld voorlichting willen geven op basisscholen. Zelf werk ik nu als communicatieadviseur voor Green Offices. Met Eco-meisjes, die wilden graag Eco-meisjes in zijn pand. Kom maar, Eco-meisjes. En dan gaan we leuke events bedenken. Bijvoorbeeld een kledingruil, een plantenasiel zijn we opgestart. Dus dat soort dingen steeds meer oppakken. Wordt groter en groter en groter. Ja. Dan zijn jullie al een dik jaar bezig. Heel veel followers. Heb je nou het gevoel dat bij jullie aanhang de bewustzijn over die verpakkingen een beetje beter wordt? Dat ze erop gaan letten? Dat weet ik eigenlijk. Weet je wat? We gaan zelf even kijken. En dat doen we met professor Emilie de Vet van de Universiteit Wageningen. Want duurzame keuzes maken in de supermarkt, dat is nog niet zo makkelijk. Het is vaak heel onduidelijk wanneer je de duurzame keuze maakt. Er spelen heel veel verschillende facetten van voedselproductie en van voedselconsumptie bepalen of een keuze uiteindelijk duurzaam is geweest of niet. Dus je kan ook niet zomaar zeggen van, nou, als ik nu die banaan kies of ik kies nu dat product, dan maak ik duurzame keuzes. Dus het is heel moeilijk om, denk ik zeker voor consumenten, om in te schatten wanneer hun gedrag daadwerkelijk bijdraagt aan duurzaamheid. Ik denk dat een makkelijke richtlijn eigenlijk is van eet volgens de schijf van 5. Dat is de richtlijn die gebaseerd is op, nou, wat is nou eigenlijk gezonde voeding. Maar als je gaat doorrekenen, dan zijn die richtlijnen gezonde voeding, zijn tevens ook duurzamere keuzes.
Nou, als we gaan kijken naar hoe we eten, onze huidige consumptiepatronen, dan is het belangrijk om minder dierlijk te eten. Dat wil niet zeggen dat je nooit meer vlees mag eten of nooit een stukje rundvlees zou kunnen eten, dat biefstukje. Dat kan af en toe best wel eens bij het eetpatroon horen. Maar een verschuiving van minder dierlijk naar meer plantaardig is een gunstige beweging. Kleinere porties. Dus als we kijken van hoe we gewend zijn geraakt te eten over de tijd, dan zien we eigenlijk dat door de jaren heen porties groter zijn geworden. De maaltijden van hoeveel we eten zijn groter geworden. Ook borden zijn groter geworden. Dus als we dat weer een beetje terug kunnen brengen naar kleinere porties, dan is dat winst zowel voor jezelf als voor het milieu en klimaat. Probeer ook meer volgens het seizoen te eten. Want de producten die uit het seizoen komen, en dat geldt natuurlijk meer voor de groente- en fruitproducten, die zijn vaak in de aanbieding financieel aantrekkelijker. Maar die hebben ook een kortere weg afgelegd naar de supermarkt. Dus daar is minder milieubelasting komt daarbij kijken om de producten in de winkel en dus ook in het huishouden te krijgen. En de producten die toch wel in de supermarkt veel te krijgen zijn, hoogbewerkte producten, koek, snoep, snacks. In dat hele proces van bewerking treden allerlei effecten op die nadelig zijn voor mensen en voor milieu. En dat zijn ook de producten die je misschien beter wat minder zou kunnen nemen. Tips om duurzame keuzes te maken. Eet volgens de schijf van 5. Dat is een gezonde en vaak ook duurzame keuze. Eet minder vlees. Koop seizoensproducten. Kies voor onbewerkte producten. En eet gewoon wat minder. Dit is jullie vaste route zo. Een van de. Je hebt echt meerdere routes? Ja. En hoe vaak in de week doen jullie dat? Hangt er vanaf. Als het regent, dan doen we dat natuurlijk niet. Ja. Maar ook met wandelen gewoon. Dus als ik een uur ga wandelen met vriendinnen, dan neem ik ook gewoon altijd een zakje mee. Dan en die vriendinnen ook? Dan heb je haar weer? Nee, die helpen mij gewoon met het zakje vullen. Ah. Ja. Ja. En wat is het idee erachter? Want er ligt zoveel meuk in Nederland. Daar valt niet tegenaan te knijperen. Nou, het idee is dus dat je en laat zien aan andere mensen van, goh, gooi je afval niet zo op de grond. Uh-huh. En je hebt een app, Literati, en daar kan je foto's mee maken van het afval dat je opraapt. En dan kan een gemeente bijvoorbeeld zien van, oh, daar ligt heel veel van dat soort afval. Dus het heeft een opvoedende waarde. Ja, en dan kun je bijvoorbeeld extra prullenbakken plaatsen of ja, dat soort dingen. Dus het is een leerproces voor de gemeenschap. Ja. Nou, laat maar snel doorgaan dan. Ja. Ik zie ligt veel, hè? Ik zie alweer wat. Ja. Alles ligt aan die kant. Ik krijg een soort oog ervoor, hè? Want ik zie allemaal glinsterende dingen, maar het zijn gewoon bladeren. Dus... Hier. Ja. Op rechts. Oh ja. Jeetje, nog een groot blik ook. Ja, zit er nog wat in? Weer een slokje. Geniet om. Kijk wat mooi hier. Ja, hè? Is dit voor jullie ook extra motivatie? Je woont vlakbij de Ermeloze Heide. Dat je denkt, ja, dat moet gewoon schoon blijven. Ja, tuurlijk. Ja. Dit stukje mooie natuur, wat er nu nog is, moet wel schoon blijven. Blijft toch ook gewoon. En dan ben je de eco-meisjes. En dan doen jullie dingen op social media. Nou, dit lijkt mij een goede plek voor social media. Ja, vind ik ook. Maar hoe pak je dat aan? Zullen we je dat eens laten zien? Ja. Dit is voor... Social, een filmpje? Ja. En dat plak je uiteindelijk op? Op Instagram. In stories. Oh, leuk. Nou, en dat is dan 24 uur zichtbaar. Nou, dat vind ik best wel lang. Ja, vind Moeten ik ook. We wel goed ons best doen. Hoe staan we? Roos, hoe staan we? Ja, jullie staan perfect. Gewoon zo een beetje zo casual. Ja. Laten we beginnen. Hallo, we zijn hier op de Ermeloze Heide vandaag met Harm Edens. We maken hier een programma voor Groene Koppen en we rapen heel veel afval, jongens. Kijk, allemaal op jullie Ermeloze Heide. Dus niet meer weggooien, maar raap het op. Nou, zoiets. Ja, heel goed. Dit is het al. Ja. Weet je wat ik denk? Dat dit echt ontzettend goed gaat helpen. Ja? Ja, natuurlijk. Kom, laten we nog even verder. Oh, daar ligt nog iets. Doe jij die? Oh, je hebt geen stok.
Het is natuurlijk geweldig dat de eco-meisjes plastic opruimen. Maar het zou enorm helpen als ze gewoon geen plastic meer kopen. Ik vroeg op straat wie daar nu al op let. Ik zie 1, 2, 3 plastic dingen. Oeh. Ja, let u daarop waar het in verpakt zit? Toevallig vandaag niet. Nou, ik heb altijd een stoffenzakje waar ik mijn appels en peren in doe. Ik moet ineens denken aan de zakjes die ik gekocht heb om mijn groenten in te doen. Ja. Maar ik vergeet ze steeds. Oh ja. Erg, hè? Ja. Ja, het valt mee, maar toch 1 blik en 1 plastic dingetje. Ja, dat klopt. Let je erop? Nee. Waarom niet? Maar ik heb wel een eigen tas bij ja, me. Ja, die is heel duurzaam. Ja. Maar al die boodschappen zitten allemaal in verpakkingen. Ja, ja, maar hoe moet je ze anders? Koekjes kun je niet bij de verpakkingen kopen. Nou, ja, alleen je met de bakker. Of de hele dure, ja. Ja. Als ik los kan kopen, koop ik los. Ja, ik ook. Omdat ik het zonde vind dat het allemaal weggegooid wordt. Dat eigenlijk. En B, want je begon met A. A en B. Ja, ik heb ook kinderen, dus ik vind het ook wel belangrijk dat die ook... Ja, je hebt kinderen. Ja. Hallo, wat een leuke moeder heb jij. Vind je dat ook? Ja, ik ben het helemaal mee eens. Nou, wat goed. Ja. Je moet er een beetje op letten met elkaar. Mijn huis is al gasloos, ik ben al bezig. Kijk, maar was het jouw keuze of was het gewoon een gasloos huis? Goeie vraag. Nee, het was een gasloos huis. Wat is het belangrijkste wat u hebt aangepast als u het vergelijkt met 20 jaar geleden bijvoorbeeld? Mentolvlees. Ja. Ja, veel minder vlees. Ja. Nou, ik ben meer op vlees gericht, op dieren. Dus ik eet heel weinig vlees. Maar ik zal er voortaan op laten zetten. Ja, maar leuk. Want dan bent u eigenlijk al heel goed bezig. Ja. En dan moet de verpakking er nog achteraan ja, eigenlijk. Ja, inderdaad. Dat klopt. Wat wordt de volgende stap in jouw verduurzaming, denk je? Nou, ik ben hypotheekadviseur. Dus ik moet heel veel mensen erop adviseren dat ze een energielabel, goed energielabel moeten hebben. En als je dan gewoon koffie schenkt van een soort fair trade merk uit een papieren zak. Ja, ja, nou ja, dan ben je er al bijna, hè? Dank je zeer. Yes. Hey. Bye. Zo is het, Hans? Of moest je dikker? Har? Ja? Wij hebben een maskertje voor je gemaakt. Een masker? Voor jouw geen rimpels. Oh, nou, ik weet niet of ik het nodig heb, maar... Maar ja. dat is allemaal in de... Theorie dat je in de winkel een hoop meuk kan kopen, maar sommige dingen kan je net zo goed zelf maken. Ja. Maar zal ik de 1,5 meter, zal ik hem eerst eens even aanpakken? Wil je een kwastje erbij, wil je een lepeltje doen? Nou, nee, kwastje denk ik, maar... Zo! Dat is dus de afvalazijn die je ruikt. En dit is voor op je gezicht? Ja. En op bepaalde gedeeltes? Of, Ja, nou, je mag smeren wat jij wil. Ja? Maak maar lekker op. Maar het is jullie, ik ga even naar de spiegel, is dat goed? Ja. Ik weet niet of dit nou reclame is voor iedereen van doe dit thuis ook. Maar al die harde stukken hoeft niet per se, ik kan gewoon... Ja, het valt er een beetje, dat hoort, dat had ik ook. Het gaat meer om de verkoeling. Waarom lachen jullie nou zo? Dit vinden jullie goed. Ja. En dit hebben jullie zelf ook wel eens gedaan al? Ja. Oh ja, 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 ja. Daar komen we net te makkelijk uit. Ja, ja, ja. Dit is een experiment, hè? Of niet? Nee, zeker niet. Heb je een dweil? Is het genoeg zo? Hier nog een beetje. Ja. Oh, steek in mijn oog. Maar als je dan, zeg maar, dan ben je zo klaar, dan moet je het even laten inwerken. Ja. Kan je de rest dan opeten, want anders is het zonde. Ja, dat zou kunnen, maar ik weet niet of het heel lekker is. Maar het is eetbaar, in principe. Nee, nog iets meer erop misschien. Nou, het is wel verkoelend. En hoe lang moet het er nu op? 10 minuutjes ongeveer. Echt waar? Ja. Okay. Uurtje of 2, toch? Dan neem ik even pauze. Ja, het is vies, hè?